Hoi, ik ben Thijs. Welkom bij een nieuwe vlog. We hebben heel wat vragen binnengekregen omtrent de thermische robotiscamera, zowel de M16 als de M73 als de nieuwe S74. Ik wil ze met jullie doornemen. Gaan jullie mee? Onze M73 thermische mastcamera. Deze is dus publiek toegankelijk. En elk vak heeft eigenlijk een crosshair, zoals we dat noemen. Dat is een vierkantje, of eigenlijk een kruisje, wat het heetste punt in dat vak aangeeft. Dit is een R-versie, dus hier kunnen wij ook temperatuur mee meten. 20 vakken kunnen we maximaal tekenen, waardoor we 20 keer temperatuur kunnen meten. We kunnen het natuurlijk ook nog in een meta-event gooien, waardoor we eigenlijk twee voorwaarden aan een trigger stellen. Hier komt een auto aan. We zien heel mooi dat de pijltjes van de activity sensor de beweging en de koplampen, kijk, mooi het kruisje op de koplampen, zijn het heetste in dat vak. We meten 0,05 temperatuurverschillen. Dus vandaar dat de crosshair ook een beetje verspringt, zo nu en dan in het vak zelf. Dit is het vak waarin we meten. 30% van het vak moet veranderd zijn, dan wil ik pas een trigger hebben. Of per pixel. Per pixel in het vak. Dus boven de 31 graden, hoger dan, zullen we hier een vlammetje zien. We hebben geprogrammeerd in elk vak dus 9 vlammetjes. Op het moment dat er iets heter is dan 31, kijk, komt hier aan. Hier, vlammetje, 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 vlammetje. Dus als iets heter is als 31 graden, dan zal de camera dat icoontje in het vak laten zien. Tevens hebben we voor de M16 en voor de S16 dus twee verschillende versies. Laten we noemen de normale variant en een TR-variant. Met een TR-variant kunnen we temperaturen meten op elke pixel in het beeld. Maximaal 20 detectievlakken kunnen we tekenen, die we ook in de meta kunnen gooien. Dus we kunnen daar verschillende configuraties mee maken. De normale thermische lens in een M16 of in een S16 kun je gebruiken voor bewegingsdetectie. Deze heeft een crosshair die op de middelste 4 pixels temperatuur kan meten. Dus niet over elke pixel, de middelste 4 pixels in het beeld kunnen we temperatuur meten en triggeren. De lens zelf kan tot min 40 plus 160 graden. De TR-versie daarentegen min 40 plus 550 graden, dus die kan nog een stukje hoger qua temperatuur detecteren en triggeren. Op de Mobotic 7-serie hebben we de M73 thermische camera en de S74 thermische camera. Voor de Mobotic 7-platform kennen we eigenlijk twee resoluties. We hebben de CIF-resolutie en de VGA-resolutie. De CIF en de VGA in twee smaakjes. We noemen het maar even de normale variant en een R-variant. Daarnaast hebben we ook nog recent twee eco-modules in het gamma gekregen. Deze modules kennen een CIF-resolutie en hebben een kijkhoek van 105 graden of van 56 graden. Min 44 plus 330 graden is het temperatuursbereik waarop we kunnen detecteren bij beweging. Dan wil ik er even duidelijk bij zeggen, met een eco-module kunnen we niet triggeren op temperatuur. Daar triggeren we op detectie op het thermische beeld. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze thermische robotics vlog. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden. Mocht je nou met de camera willen spelen, mag ik niet zeggen mijn leven, maar ik zeg het lekker toch. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken hoeveel smaakjes en hoeveel kijkhoeken dat we hebben, zowel voor de M16 als voor de nieuwe M73 camera. Ben je nou benieuwd? Wil je in de camera kijken? Wil je ermee spelen? Onder in de beschrijving zit een link naar de camera.
of ga naar onze website www.gold-ip.nl voor de livestreams. Ik zie jullie graag in de volgende video.